Een fietsende 63-jarige Rotterdammer loopt zwaar hersenletsel op nadat hij hier op de brug boven de A20 in Rotterdam is aangereden door een auto. De automobilist rijdt door en die wordt nu gezocht. Dit gebeurt op zondag 4 juni om 7:50 in de avond. We hebben in bureau Rijnmond voor de zomerstop aandacht besteed aan deze zaak en dat heeft een tip opgeleverd. Daar is de politie uiteraard mee aan de slag gegaan. We hebben hier op 4 juni te maken gehad met een verkeersongeval met letsel, zoals dat heet. Een auto heeft toen een fietser aangereden van achter, hier op de Noorderbocht, ook wel bekend als het viaduct over de A20. Dat moet met een behoorlijke snelheid zijn gebeurd, weten wij van getuigen. Dat was ook wel te merken, want de 63-jarige fietser uit Rotterdam werd goed geraakt en liep hersenletsel op, moest ook naar het ziekenhuis. De automobilist die is doorgereden, dat is een misdrijf. Nou, wij zoeken deze dader. Het slachtoffer is ruim 3 maanden na de aanrijding nog steeds aan het revalideren. Ook is de politie op zoek naar de bestuurders van deze auto's. Zij hebben mogelijk belangrijke informatie over de aanrijding. Ze rijden hier op het parkeerterrein van het CBR. En ook de bestuurder van deze auto kan mogelijk iets hebben gezien wat belangrijk kan zijn voor het onderzoek. Bent u de bestuurder van de getoonde 3 auto's of weet u meer over de aanrijding op de Noorderbocht op 4 juni? Neem contact op. Laat het weten via 0800 6070, meld misdaad anoniem of stuur een DM via onze socials.